10 jaar geleden verdween vlucht MH17 van de radar boven Oekraïne. Gewoon, het kan niet waar zijn. Verdomme, het is in mijn broer. Dat ik ook echt met mijn hoofd tegen een muur heb geslagen van... Het kan toch niet? Het mag niet. Ik zou op huwelijksreis gaan. En ik zou eigenlijk op diezelfde vlucht hebben moeten zitten. En ik heb tegen haar geschreeuwd. Gea, de derde wereldoorlog is begonnen. Ja, dan zit je wel even zo van... Hoe ga je als nabestaande en direct betrokkenen om met een ramp die heel Nederland in zijn greep houdt? Dit zijn beelden die ik denk ik helemaal verbannen heb. Als ik aan die 10 jaar denk, dan is het als gisteren. Een reconstructie van een ramp met blijvende impact. Nou, volgens mij zat mijn zus Dees en mijn zwager René op deze hoogte of ietsje naar achteren maar. Ik weet bijna zeker dat mijn vader gewoon naar buiten heeft zitten kijken. En dat hij heeft gedacht, shit, wat gebeurt hier? Een zoektocht naar waarheid en veerkracht. Ja, dit lijkt me een stuk van vliegtuig. Stream de Echo van MH17 op NPO Start.